Goedemiddag, dan zijn we hier bij het lokale weerbericht. Nee, het is een nieuwe aflevering van Let's Play Super Luigi Galaxy. Ik ben er weer! Zelda Play 23, een nieuwe aflevering van Let's Play Luigi's Galaxy, wat ik al gezegd had. Goed, in deze aflevering kunnen we naar dat andere planeetje gaan wat nou buiten te vinden is. Heb ik hier zin in? Ik wil nu naar Battle Rock Galaxy. Waarschijnlijk omdat hier een nieuwe power-up zat of zo, weet ik niet. Volgens mij is dat een power-up, weet ik niet. Heel misschien. Klein kans, grote kans, weet ik niet. Laten we gewoon maar proberen, laten we maar gaan kijken. In de vorige aflevering hebben we gewoon 4 sterren te pakken gekregen. Wat dus eigenlijk best wel een grote achievement is, omdat dat best wel veel is in een korte aflevering. Dus, Battle Rock Barrage. Iets met bullet bills. Oh, ik herinner me deze. Deze is, Ik ga nog in de toekomst heel erg veel problemen mee krijgen. Maar 100% zeker weten. Goed. Hier moeten we dus weer van die blauwe starchips zien te vinden, waardoor dat we dus een poolstar kunnen maken. En daar zit een velletje los bij mijn lip en dat irriteert als een ziekte. Weet je wel, als je van die droge... Even wachten. Ja! Juist. Hele boeiende informatie, sorry daarvoor, maar... Dat is irritant, zeker als je aan het praten bent. Sorry daarvoor, dus... Ik weet het, het was niet echt nodig om daarover te praten. Daar hoef je me echt niet voor te hitten. Nou, hier, ik spring op je kop, geef me een muntje, ben ik weer hersteld. Wees er blij mee. Oké, en hier hebben we een box. Met een muntje. Leuk. En hier hebben we starbits. Heel veel starbits. Precies, er zijn 5. Dat is niet echt veel. Oké, we hebben de poolstar. Ik denk dat ik nog zelfs die poolstar niet nodig zou hebben. Laten we eens even kijken naar Luigi's Jump Ability. Eens kijken hoe ver dat komt. Oké, en hop. En hop. Nee, dat haalt hij net niet. Ah, wat jammer nou. Zou wel gaaf zijn. Zou wel een goede speedrun tactiek zijn. Oké. Okay. Nou, en jou negeren wij, want jij hebt een helm op je hoofd. En daar heb ik geen zin in. Jou negeer ik net zo goed, want jij bent irritant. En op het moment dat wij dit indrukken, gaat het plateautje bewegen. Kunnen we niet meer naar onderen toe. Kunnen we nog wel naar onderen toe, sorry. En moeten we dus alles gaan ontwijken als een gek. Dit kan nogal gevaarlijk zijn, maar ja, je krijgt tenminste heel veel starbits. Niet dat starbits helpen met help. Maar je krijgt ze wel. Oké, dus wat we moeten doen is... Het wordt eigenlijk een beetje, zeg maar, sidescrollen. Balletjes gaan... Balls! Balls of steel! Ik weet niet of ze verstaan zijn. Maar goed, het moet in ieder geval balletjes gaan ontwijken. Dus waarom ook niet? Muntjes! Er gaat een heel irritant level komen. Met dit level. Dus ja, dit wordt een heel irritant level. Ik ga het houden. En wat je dus moet doen is... Je moet dus, zeg maar, van zwaartekracht veranderen. Om ervoor te zorgen dat je dus... niet geraakt wordt door die irritante... Laserstralen, want ze firing hun leven. Oké, gaat Starbit. Daar ben ik altijd blij mee. One up! En. Ik werd geraakt. Oké. Ben ik blij. Zie die Starbits die stuiten recht alle kanten op. Oké, nou, hier gaan we naar onderen. Zelfs daar worden mijn balletjes geschoten. Daar ben je een frank van. Nee! Gewoon nee. Just nee. Oké, hier naartoe. En dan moet ik, als ik me niet vergis, moet weer een bullet bill naartoe. Moet weer een bullet moet weer naartoe. Proberen te sturen. Nou, het nadeel van deze bullet bills is... Zit er trouwens nog iets boeiends aan de onderkant? Weet ik eigenlijk niet. De onderkant. Nou, ja, daar zit een one-up. Is niet echt boeiend. Bullet bills. Mag ik jullie aandacht? Mag ik jullie aandacht, alsjeblieft? Dezelfde P20 staat hier op een plateau en die probeert jullie steeds te stellen. Dus, jullie opdracht is, raak Zelda Play 20 zo hard mogelijk met een bullet bill. Doe je dat niet, dan wordt Bowser een beetje boos, omdat hij dan weer een power star kwijt is. Ah, kom op, dat was Flame. Mag ik jou eventjes, hallo, bullet bill, hallo. Hij negeert me niet. Oké, ik heb hem. Ik ben nou eigenlijk best wel benieuwd wat hij boven zit, dus. Oh, kom op. Starbit. Yay. Oké, okay. Nou, we hebben hier een bullet. Mag ik alsjeblieft? Even een bullet bill naar die sterrenlokker. Bullet bill, jij wordt nu de sterrenlokker van Rotterdam. Nou, waarom dat ik dat met de klokkenluider van de Rotterdam verplaatste, dat weet ik ook niet. Maar ja, maakt niet uit. Yay! Ik vind het zo mooi dat hij zo shined. Alleen één vraag hierover. Ik bedoel... Ik weet dat je hier nou een Rainbow Star hebt, die ervoor zorgt dat je onsterfelijk wordt. Maar in de oorspronkelijke Mario-spellen, en dan gaan we weer, oorspronkelijk, is het zo dat als je een ster oppakt, die zijn goudkleurig, dat je dus heel veel kleurtjes gaat hebben en gaat... Het duurt maar een korte tijd, maar ik bedoel, we hebben 20 sterren op dit punt. Dus, sorry dat ik het vraag, maar
Kan ik dan niet 20 keer gewoon eventjes gebruik maken van onsterfelijkheid? Ik bedoel, zal wel awesome zijn. Ik bedoel, we hebben zelfs Grand Stars. Grand Stars. Oké, de galaxy heeft die nodig. Dat weten we ondertussen ook wel. Maar sowieso, ik moet zeggen, Power Stars, totdat uit de ruimte komt. Ik denk dat dit dan een prequel is op Mario 64 zelfs. Omdat Mario 64, The Power of the Stars, bla bla bla. Dus, ik weet niet precies, maar ik denk dan dat het een prequel is. Al moet ik zeggen dat ik, het feit dat je, keys van bazen krijgt om dus een deur te openen, waardoor dat je naar andere levels kan. Dat ik dat idee ook niet echt verkeerd vond. Ik moet zeggen, ik vond dat eigenlijk best wel een goed idee. Nou, als ik me niet vergis, zit hier ook nog eens een keer een extra level. Oh ja, jij gaat hem opblazen. Blow up. Starbit. Maar ja, aangezien dat ik altijd eerst naar de oorspronkelijke ster ga en daarna pas ga kijken of we ergens een bonus level hebben, gaan we dus eerst eventjes deze bobom eventjes die kant op gooien. Vind ik heel jammer dat deze niet lopen. Ik bedoel, ik vond de bobom altijd wel leuk. Dat is echt zo gevaarlijk. Die aanliep best wel soms dat je ze nodig had. Zorg ervoor voor goede, interessante puzzels. Oké, nou, dan gaan we eindelijk dus naar dat rood-geel-groene gebeuren, wat eigenlijk stiekem weer een link is naar de Triforce. Voor de mensen die mijn Skyward Sword hebben gezien, die weten waar ik het over heb. Al moet ik zeggen dat het eigenlijk niet groen-geel-rood is, maar volgens mij geel-rood en blauw. Nee, groen-rood en blauw. Ja. Ja hoor, daar hebben we hem. Zag je hem? Hoeveel heb jij nodig? Ik werd brutaal gestoord door een change-up. Hoeveel heb jij nodig? Hey, you! Weer Toadvoice. You. And then he says, Starbits! If you feed me a bunch of Starbits, I'll burst with a snacky happiness. And then transform and vanish. I need 30. Ik heb nog niet eens eigenlijk de moeite genomen om proberen alle Starbits te krijgen. En ik zit nu al bijna op 30. Maar goed, we hebben hier dus zeg maar een Rainbow Star. En er zit hier dus ergens een... En daar kunnen wij wel wat mee. Dus daar gooi ik heel eventjes nou die bom neer. Staat hij dichtbij genoeg? Ik vind dat jij dichtbij bent. Boom, dank je. Oké, tijd om eventjes met change-ups eventjes aan de kant te knallen. Dus praktisch genoeg heb je dus niet, ik herhaal niet, alle starbits nodig die je dus echt maar net op het begin hebt gezien. Je kunt hier gewoon rondlopen met, ja, Rainbow Mario, waar we dus, of Rainbow Luigi, stout ik. Dat er nog één? Ik heb ze allemaal. Maar ja, ik moet zeggen dat ik dat dan, wat wou ik eigenlijk zeggen? Waar hebben we het over? Wat doe ik hier? Waarom ben ik hier de hele tijd rondjes aan het lopen? Waarom hebben we hier een bom? Oh ja, ik moet naar geel. Yeah, haal ik dat op tijd? Er zit niet heel eens op geel, hij zit op rood. Hoe kom ik bij geel? Again, wat doe ik hier? We moeten naar rood. Oké. Op naar rood, op naar rood, op naar rood, op naar rood. Oké. Help! Nou, mijn vriend, je bent vrij. Vrij om je eigen op te offeren, zodat ik verder kan. Ja, maak maar eventjes een shortcut. Doe dat maar eens eventjes. Doe dat maar eens even voor oom Luigi. Yay! Voor nog meer mensen zijn jullie niet te vertellen hoe dat ik die launch dinges moet gebruiken, want dat weten we ondertussen wel. Oh, dit ziet er interessant uit. Voor de mensen die zich afvragen, ja, die bommen die doen pijn. Zie? Ik probeer eigenlijk die Happy Mushroom niet te pakken. Oh. Willen we alsjeblieft niet naar beneden vallen? Volgens mij wordt deze nog zwaar irritant later ook nog eens een keer. Wee! Oké. Spoilers. Nee. Goed. Jaha! Zo, dat was eigenlijk best wel een vervelende... Probeerde daar Luigi na te doen voor de mensen die het niet door hadden. Oké, en... Schokkend! Als ik me niet vergis, moet je hier een... Wat krijg je hiervoor? Starbits! Ik dacht eigenlijk dat dit nodig was om iets te doen, maar blijkbaar dus niet. Vergeet niet, Starbits zijn ook nog eens een keer nodig in de overworld, aangezien dat er Hungry Loomers verschijnen en Hungry Loomers nog altijd, zeg maar, deel Starbits vragen. Dat kan variëren van 400 tot 2000 geloof ik zelfs, sommige dingen vragen. Oké, muntjes zijn niet zo belangrijk eigenlijk in Mario hier in dit spel. Van heel belangrijk worden zijn ze in Mario Galaxy 1 nogal nutteloos. Oh, deze die is leuk. Ik noemde net eigenlijk het feit dat er zo'n Luma die... jullie lopen.
Een loemer die dus gevangen zit, dat noemde ik net leuk. Sorry daarvoor. Oké, wat we hier moeten doen is, we moeten hier een kanon vrijmaken. Boom! Dat was te vroeg. Die is te laat. En als we dat kanon vrijmaken, dan moeten we dus recht op die loemer richten. Om die loemer dus te bevrijden. Nou, hier zit ook weer een cage eromheen, dus die moeten we ook eventjes vrijmaken. Hé, hey, Babom, hoe gaat het mee? Ik heb jou eventjes nodig, dus wil je alsjeblieft je leven even opofferen, zodat ik hier verder kan? Ik bedoel, als de stars het doen, dan doe de geit ook maar. Dank je. Goed. Nou, dan hoop ik hem nog maar één keer te raken. Ja, je kunt het in één shot doen en die was een beetje opzet. Ja, je moet dus zeg maar een beetje vooruit denken. Dus je ziet hem verplaatsen en dan moet je dus zeg maar wel die kant al een beetje oprichten. En zo raak je hem dan het makkelijkste. Wat ik doe is 300 keer falen, zoals jullie dit dus goed zien. Bam! En hij verandert in een Landstar en nog niet in de actuele star. Star, niet star. Staag naar de ster. Star. Whatever. Hoppakee. Goed. En op een of andere mysterieuze manier ontploft daar alles. Door de beboms. Door die bebom. Heel die bebom. Dinges. Dat explodeert op een of andere rare manier. Van Mr. Arbit? Nee? Helemaal niks? Oké. Okay. Ik neem aan dat ik jou zo snel mogelijk mee moet nemen naar de overkant. Dus ik neem jou zo snel mogelijk mee naar de overkant. Vind ik echt vast en zeker niet erg. Boom. Nou, als je die goed plaatst, dan kun je dus zeg maar de leven ook meteen meekrijgen. Maar ja. Een leven is ook maar een leven. Oh, ik heb genoeg levens, dus waarom zou ik me dat druk om maken? Oh, deze, ja. Oké, okay, goed richten. Goed richten. Wait for it. Vuur! Ik zat er net iets onder, maar ik heb hem. Dus wat ik nou heel eventjes ga doen is, ik ga weer terug naar dat level. Eventjes weer naar die Hungry Luma, die had 30 starbits nodig. Dus ik zorg ervoor dat ze 30 starbits hebben, wat ik jullie al heb laten zien. Dat het best wel makkelijk is om dat voor elkaar te krijgen. Dus ik doe hier heel eventjes een knipje en ik zie jullie zo bij die Hungry Luma. Nadat ik alle totals heb laten zien natuurlijk. Nee, en ook heb laten zien dat ik niet ga saven. En dat ik ook echt daadwerkelijk dat level selecteer. Verder ook Galaxy. Stay level nummer 2. Niet dat jullie in één keer denken dat ik een andere pak, want dat doe je lekker niet. Oké. Nog steeds geen knip. Je zit echt op het uiterste te wachten, hè, editor? Ik weet het tegen mij, praat dat het slaat nergens op. Maar goed, knip! Bij nader onderzoek deel ik u mede dat ze deze veel te makkelijk hebben gemaakt. Ik bedoel, kom op, je had minimaal 50 kunnen vragen. Ik bedoel, ik heb een 79. Ja, we hebben genoeg. Jongen, ik heb genoeg om je dubbel zoveel te geven. Maar goed, hier. Oh, ik mis een keer. Ja, that's it. Your stuff transform. Transformers are using hacks. Weet ik veel. Boom. Welke is daar? Oh nee! Niet die! Alles behalve. Nee, dit is nog niet waar ik denk dat deze. Oh boy, ja, yeah, dat is deze. Oh. This is the ammo depot and it's a garbage, not a garbage dump. What do people think they can just throw the trash air and it will magically disappear? Hey! We have plenty of bombs. Maybe you could use them to blow up all this trash. Ja. Yeah. Hey, thanks. Oké, okay, dus wat we moeten doen is, we moeten binnen 30 seconden moeten we al dit vuilnis zien op te blazen met de bombs. Wat hier dus het nadeel van is, de muntjes die laten een beetje zien waar dat je de bommen wil gooien. Het nadeel is, je hebt hier maar een bepaald aantal seconden voor en je moet dus ook nog eens een keer wachten tot de bommen natuurlijk geëxplodeerd zijn. Nou weet ik niet of dit al de moeilijke versie is, want je hebt er dus zeg maar nog eentje die is extreem moeilijk. Hier, ik screw hem up. Nou is nog maar de vraag of ik hem haal. Zal wel gaaf zijn. Nee, dit haal ik niet. Nee. Oh, toch wel. Toch wel, blaas op. Ah, doverdoor, I missed. Ach ja, gelukkig killt hij je niet. Wat zit er eigenlijk in die warp? Wacht heel eventjes. Ik wil heel even weten wat er in die warpipe zit. Oh, if you want to leave. Oké, dat is dus alleen maar om te kunnen leaven. Oké, dat wil ik heel eventjes weten. Goed. Poging 2. Goed. Nou, zonder gefaal. Als ik die ene bom niet had gemist, had ik hem gewoon in één keer gehaald. Typisch mijn faalkunst weer. Oké, nou, ik gooi jou daar naartoe. Veel te ver natuurlijk, zoals altijd. Goed, dan gooi ik er nog eentje bij. Ik gooi jou alvast die kant op. Jij moet die kant op. Oké, kom op.
Kom op, dit moet te halen zijn. Oké, blaas op, 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 we zitten te wachten. Oké, vanaf nu ga ik gewoon knippen en dan zie je gewoon dus net als de laatste seconde falen elke keer maar weer. Oké, ik knip nog niet eens. Ik laat het gewoon zien op het moment dat ik dus zeg dat ik de opnameknop heel eventjes uitzet. Weer een bewijs van de Let's Play vloek. Alweer. Joepie. We hebben een ster. We hebben een ster. Maar volgens mij was dit nog niet eens de moeilijkste. Volgens mij zit er nog een vele moeilijkere bij ook. Dus ik weet niet zeker of hij in dit level was of in deze Mario Galaxy. Ik weet dat in de andere maar. Ik weet het niet precies. De spellen lijken zoveel op elkaar, ik weet niet meer precies wat dat was. Dus, maar we komen vandaag wel achter. In ieder geval, we hebben dus 22 sterren op dit moment. En daar zijn we heel erg blij mee. Ja, ik wil heel eventjes gaan zeven. Want, zoals altijd, ben ik weer klaar met deze aflevering. En aangezien dat ik vandaag nog heel eventjes weg moet, sluit ik ook hier bij de opnamesessie af. En dan ga ik donderdag dus zeg maar gewoon weer netjes opnemen. Of ergens anders door de week, dan moet ik nog heel eventjes kijken. Dus, ik dank jullie voor het kijken. Heb je een leuk momentje? Laat het natuurlijk weten in de reacties als je daar tijd voor hebt. En laat een like achter als je daar ook de tijd voor hebt. En ja, ik dank jullie voor het kijken. Ik hoop dat jullie de Let's Play tot nu toe nog steeds heel erg leuk vinden. En ja, met dat, tot de volgende keer maar weer. Dat was Zelda Play 20. En tot de volgende keer. Doei!